Welkom in deze videoserie over omtrek en oppervlakte op de Wiskunde Academie. Allereerst beginnen we met: wat is nu precies omtrek? En om die vraag te beantwoorden bekijken we de volgende veelhoek. Een figuur met een aantal hoeken. En als we ons afvragen, wat is nu precies de omtrek van deze veelhoek? Nou, in dit geval hebben we nog geen getallen staan, maar wat wordt er nu precies mee bedoeld? Stel dat je een wandeling rondom deze figuur gaat maken en we starten in het volgende punt. Dan is de omtrek dus eigenlijk de afstand die je afgelegd hebt als je aan de buitenkanten van deze figuur loopt. Bijvoorbeeld op de volgende manier. Dus wanneer je om deze figuur heen loopt, de complete afstand die je aflegt, dat is je omtrek. En wanneer we de maten geven van deze veelhoek, en deze maat zijn gegeven in centimeters, dan kunnen we de omtrek bepalen. We weten dus, de omtrek is eigenlijk de lengte van de rand. En wat is dat in dit geval dus? Wat is dus de omtrek van deze veelhoek? Nou, de omtrek van de figuur of van de veelhoek is dus de som van al die lijnstukken, al die zijden. En dat kunnen we vervolgens nog eens een keer netjes opschrijven. Nou, in dit geval nemen we ook die volgorde van hoe we er langs lopen. Nou, die volgorde maakt niet zoveel uit. Alleen als hulpstuk zeggen we: kies een punt, loop rond, dan weet je vrijwel zeker dat je geen stukken per ongeluk overslaat. Dus je mag ook een andere volgorde van optelling hierop schrijven. Nou, wanneer je deze stukken allemaal optelt, dan kom je uit op 24,5. Zijn we dan klaar? Nou, in dit geval zeiden we: elke zijde of elk getal wat er staat geeft een aantal centimeters weer. Hé, maar dan is het ook belangrijk, wat is dus dan de omtrek? Is dat alleen maar 24,5 of hoort er nog wat bij? Nou, is gegeven in centimeters elke zijde, dus de omtrek is ook in centimeters en schrijf dat dus ook op. Nou, dit was een kleine introductie over wat omtrek precies is. In de volgende video gaan we uitleggen wat oppervlakte precies is. En je kan ons altijd volgen op Twitter of like op Facebook om op de hoogte te blijven van de laatste nieuwe video's en ontwikkelingen. En bovenal, bezoek onze website wiskundeacademie.nl voor een compleet overzicht van alle video's per onderwerp, per leerjaar, hoofdstuk en paragraaf. Tot in de volgende video.